zijn vandaag op de Transformatie- en Renovatiebeurs 2016 en houden we de 17e editie van de Open Koffiebouw. Vandaag gaan we het thema behandelen, de Internet of Things. Wat moet je voorstellen bij de Internet of Things? Wat kan je ermee doen? Internet of Things is het slimmer maken van domme apparaten. De Internet of Things wordt je huis gekoppeld aan het internet. Maar niet alleen je huis, maar ook de spullen daarin. En jijzelf wordt gekoppeld. Bijvoorbeeld slimme meters in een woning plaatsen, zodat je veel beter kunt meten wat het gedrag van de gebruiker is. Dat kan zowel zakelijk zijn, maar het kan natuurlijk ook voor consumenten. Je lamp in je wijk, je auto, alles wordt gekoppeld aan dat Internet of Things, waardoor alles ook samen kan gaan werken. Ja, op het gebied van veiligheid, op het gebied van monitoring. Je hangt een sensor in een prullenbak en je zegt tegen die sensor, ga meten hoe vol de prullenbak zit. En op het moment dat er 70% van de prullenbak vol zit, stuurt een route naar de gemeente en zegt, joh, je moet een vuilniswagen van zoveel kuub gaan inzetten, want we hebben zoveel prullenbakken en je hebt nooit meer vuilniszakken ernaast. We vormen dadelijk allemaal onderdeel van dit Internet of Things wat gaat ontstaan. Daar kunnen we allemaal deel van uitmaken en dat biedt ons ook kans om echt verder te komen op het gebied van slimme wijken, op het gebied van duurzaamheid en op het gebied van aanbieden van service. BAM of een andere bouwer kan dat nooit alleen, maar we staan juist heel erg open om die samenwerking aan te gaan. Ontzettend interessant onderwerp wat de totale wereld moet gaan veranderen, maar zeker ook de bouw.